Goedemorgen. Nou, we zijn met een koppeltje van 4 mensen van de Ventoux Marines. Zijn we vandaag aan het trainen op een andere manier dan gewoonlijk. Normaal is het natuurlijk speedmarsen of duurloop. Vandaag is het trainen voor het hele lichaam, met name de bovenkant. We zijn bezig met borstspieren en ik zal je laten zien wat ik momenteel aan het doen ben. Ik loop op zaterdag loop ik niet mee. Ik ben geblesseerd aan mijn Achillespees. En daarom doe ik de crosswalker om in conditie te blijven en te komen. Ik krijg niet de klap op mijn Achillespees. Er is maar één doel naar boven komen en dat doel heiligt alle middelen. Meteen op het bankje liggen, op je rug. Anders maar liggen. Ja, wat je doet. Je pakt hem met je handen. Handen, ja. Andere kant. Juist, heel goed. En je laat hem leunen op je handpalm. Inderdaad. Je drukt hem uit. Houd je elleboog goed naar binnen. En laat je hem rustig zakken. Pak je triceps. Juist zo. En omhoog uit. Heel goed. Goed je elleboog langs je lichaam. En uitblazen. Juist. Ja, top. Hou je elleboog langs je lichaam. Pak je meer triceps. Heel goed. Elbows. Uitademen. Zoals je ziet trainen we niet op gewicht. Het is hier maar 10 kilo. Wat we niet willen doen is massa. We willen geen bodybuilders worden. Maar we willen dus trainen op uithoudingsvermogen. En op vet te reduceren. En want we willen zo met zo min mogelijk kilo straks die berg op. Dus we trainen heel anders. We trainen eigenlijk laag in het gewicht. Maar hoog in de intensiteit. Dus veel herhalingen. Heel snel. En zo ja, doen we dit aanvullen. Op de looptraining zoals we die doen. We gaan in dezelfde intensiteit gaan we doortrainen. We gaan nu verder met biceps. Wat gaan we doen? Ook weer op die verbranding trainen, zeg maar. Laag gewicht. Gaan we doen met een stang. Die oefening heet 21. We pakken hem eerst beneden tot eigenlijk halverwege. 7 keer. Dan stoppen we. Dan gaan we van halverwege omhoog. 7 keer. En dan doen we de hele beweging doen we in 1 keer, dus dat we de volle bicepbeweging hebben. Nou, en door laag gewicht, maar door veel herhalingen, zal je zien dat je met 21 keer, de oefening, 21, dan loop je bicep helemaal vol. Zoals even net uitlegde, doen we de stang met 21. Daarna is degene die hier zit, die gaat de biceps op hoog tempo, licht gewicht, biceps vol pompen. Op die manier. Dan vervolgens de andere persoon, we zijn met z'n drieën. Zoals je kunt zien is het een circuittraining. Die gaat staan. Explosief omhoog, iets zwaarder in gewicht. Rustig zakken. En explosief omhoog. De biceps helemaal in een korte ronde van 3 keer vol te pompen. En dat reguleren we onderling. De laatste oefening die we gaan doen, nadat we jumping jacks hebben gedaan, gaan we burpees doen. Ik zal hem even demonstreren. Daar gaat hij. Belangrijk, als je beneden gaat, even je borstspier meepakken. Nog de knieën erbij gebruiken. Ja? En hoeveel keer doen we hem, Ries? Tot ik stop zeg. Logisch. Tot ik stop zeg. Ja, we zijn aan het einde van de training. Vandaag hebben we de borst gepakt. Hebben we 3 verschillende oefeningen gedaan. Daarna hebben we een circuit training gedaan met biceps. Onder 21 en 2 andere oefeningen. Dat hebben we ook 3-4 rondes gedaan. Met name om de duurzaamheid van de spieren te versterken. En ook om vet te verbranden.
tevens hebben we een aantal oefeningen gedaan om, om de hartslag omhoog te krijgen. Dus zeg maar cardio oefeningen, waaronder burpees, mountain climber. En als afsluiting hebben we buikspieren gepakt met als laatste de planking. Het was een heerlijke training, ruim anderhalf uur getraind. En we gaan nu lekker naar huis, douchen pakken en ontspannen. Nou, Richie, bedankt voor de marteling. Het was weer lekker afzien. Het is heel anders natuurlijk als rennen. Maar voor jullie, vergeet niet om ons op alle social media. We hebben Facebook, we hebben Twitter, we hebben Instagram. En sinds kort hebben we ook zelfs YouTube. Daar komt deze film uiteraard ook op. Dus wil je ons steunen, het hoeft niet eens met geld. Maar overal even liken, volgen, abonneren. En dat doen jullie al ons enorm plezier mee. Tot volgende week, tot de volgende video.